Nou jongens, gaan we nog vertrekken of hoe zit het? Hallo allemaal en welkom bij aflevering 2 alweer van Planet Coaster, de Steam Workshop Downloads. We zijn vandaag, ga ik dus de Vliegende Hollander laten zien. Gisteren hadden we de Baron 1898. Vandaag is dus de Vliegende Hollander aan de beurt. Ook weer prachtig gethematiseerd. Even kijken hoe dat het ook weer. Schitterende omgeving. Al die boompjes allemaal. Plantjes. Bankjes. Dit vind ik ook wel echt bizar. Dat houten vlot zo. Schitterend gedaan. Schitterende decoratie. Oh, dan ga ik door het park heen. Maar dat maakt niet uit. Zelfs de boompjes. Eens even kijken. Hoppa. Dan gaan we naar binnen. En we zitten inmiddels zitten we in de attractie. Bij de ingang. Bij het hoofdgebouw. De meneer die kijkt nog even op alle knoppen of dat alles nog alles goed werkt. En dan gaan we zo vertrekken. Spannend. Echt een fantastische setting. Al die gebouwtjes zo aan de zijkant omheen. Mooie sterrenlucht. Aan deze kant de oeverloos. Nou, hij zit nog steeds te wachten. Wanneer kunnen we nou eindelijk vertrekken? Nou jongens, gaan we nog vertrekken of hoe zit het? Daar gaan we, hè, eindelijk. Daar gaan we. Mooi dat schip. Zelfs de losse onderdelen van de onderkant. Echt heel mooi gedaan. Heel mooi gethematiseerd. En daar een deur. Die gaat dadelijk als het goed is open voor ons. En dan worden we omhoog getakeld. Ja hoor, huppakee. Kijk eens wat een mist zeg. Hoppa. Allemaal rook. Oh, kijk eens, schipbreuk. Kom allemaal water. Oh, er komt nog meer water. Oh, we worden drijfnat. Nee, het houdt op. We worden omhoog getakeld. Beneden. En we krijgen nog een optakeling. Mooi ook die beelden bovenop het plafond. En we worden nog een keer omhoog getakeld. Heel rookgordijn. En daar komen we hoor. Hoppa! Daar gaat hij. Even een rustmomentje. En dan gaan we weer naar beneden. Oh.
Hoppa. En dat was de rit. Hey, ik zie nog dat ze meer attracties hebben. Ik zie daar nog de Python volgens mij. Dat is Joris en de Draak. Voor mij hier nog wel water, want het is ineens. Hier ga je door een stuk land heen. Mooie attractie, ik mis alleen het water, miste ik. Het is nu zo'n zwevende attractie geworden. Als de poorten dadelijk open gaan, dan sluiten we de attractie. Zo. Nou, dit was de attractie. Heel mooi, maar ik mis het water. Er zit geen water in. Normaal hoort hier dus allemaal water in te zitten, maar dat is nergens te bekennen. Hier heb je zelfs de Python. En hier de Joris en de Draak. Die gaan we een ander keertje doen. Die gaan we een ander keertje doen en morgen en overmorgen dan zal ik de twee andere attracties laten zien. Kijk, daar hebben we de Draak van Joris en de Draak heel mooi gedaan. Nou, vonden jullie deze video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie bij de volgende aflevering van Planet Coaster. De groetjes allemaal, bye bye! Wow.